Welkom terug. Minister Pengel wil het openbare vervoer efficiënter maken. Het moet betaalbaar blijven voor de overheid en de passagiers, maar ook de bushouders moeten ervan kunnen leven. De bewindsman is reeds begonnen met het voeren van gesprekken met de bushoudersorganisaties om zaken vlotter aan te pakken. Zo is reeds gesproken met de organisatie van bus- en boothouders in Suriname, OBS. Zijn voorganger Jerry Miranda had reeds een principeovereenkomst met deze organisatie. Delen van deze overeenkomst worden al uitgevoerd. De minister noemt het gesprek met de OBS positief. Meeting met de OBS, waar we overwegend hebben gesproken van schoolvervoer, want bij hun 80% van dat wat zij doen is schoolvervoer. En maar een deel, misschien 20% is NVB, dus openbaar vervoer. Dat werkt via een kaartsysteem, et cetera. Dus de mensen kopen vooraf een buskaart en kunnen dus de hele maand gebruik maken van dat vervoer, van NVB en schoolvervoer. Dan hebben we dan de particulieren. Die organisaties lopen via de PLO. En daar gelden andere tarieven. Ik heb niet begrepen dat er onderhandelingen op dit moment gaande zijn met de PLO. Maar wat daar altijd een hekelpunt is, is de subsidie die de bushouders moeten krijgen. Zodat, laten we zeggen, het tarief betaalbaar blijft voor de samenleving. Dat is de verantwoordelijkheid dan van de overheid. En ja, nou ja, na mijn oriëntatie zullen we zeker wat betreft het transport de voorgenomen doelen gaan uitvoeren. Voornamelijk het efficiënter maken van het openbaar vervoer. Dat ook de mensen die er gebruik van maken ook altijd op het vervoer kunnen rekenen wanneer ze dat nodig hebben. En kijken waar we bijvoorbeeld routes kunnen combineren. Maar dat de ondernemers natuurlijk ook een voldoende vergoeding krijgen dat zij dit werk kunnen blijven doen, waardoor de gemeenschap erop kan blijven rekenen. Dus het is een balans die je zoekt. Het moet betaalbaar blijven, ook voor de overheid, zodat de samenleving hiervan gebruik kan blijven maken. Maar de ondernemers moeten natuurlijk ook hun brood erin kunnen verdienen om het personeel te betalen, om de bussen te onderhouden. Want anders gaan we terug naar de tijd dat de overheid zich moest ontfermen over alles. Dus de overheid zelf bussen had, dat de overheid zelf bussen moest onderhouden, mensen in dienst moet hebben, personeel, pensioen moest regelen, noem maar op. Als u dan mij vraagt, moeten we wel in deze lijn blijven dat dit uitbesteed moet worden. Zodat wij de hele verantwoordelijkheid meer op de overheid leggen. Omdat we hebben gezien dat het in het verleden niet duurzaam is. Dus in de public-private sfeer moeten we dit kunnen voortzetten en garantie kunnen bieden aan de samenleving.